ben Wessel, ik ben 12 jaar oud. Ik heb dyslexie. We zijn hier in het theater in Houten en we wachten hier op Egbert Jan. Ik ben Maurits, ik ben 13 jaar en ik ga Laurens Rook interviewen. Nou, ik ga Nienke interviewen. Ik heb een afspraak hierachter in het huis. Je hebt de spreekbeurt gemaakt. Ja, de hersenen van een normaal iemand zonder dyslexie. Die leest het woord en hij slaat het op in zijn andere deel van zijn hersens. Bij een dyslect, dan leest hij het. Hij probeert het op te slaan in zijn deel van zijn hersenen, maar verdwijnt het gewoon. Ja. Elke werkdag om 8:30, Antenne Rotterdam. Even wat anders.